Hoi. Een dramatische dag geweest. Bij veel mensen leeft nou de vraag van hoe nu verder met NEC? Nou goed, daar zijn we dus nu volop mee bezig. We hadden natuurlijk al twee scenario's klaar liggen. Het A en B scenario. Nou goed, dan hoop je dat het A scenario blijft. Maar helaas is het B scenario geworden. Nou, vervolgens is dat op hoofdlijnen neergezet. En nu zijn we heel specifiek bezig om dat natuurlijk in de diepte te werken. En tot hopelijk een aanvaardbare uitkomst. Ja, het zijn bewogen maanden geweest. Er was al vrij vlot een trainerswissel in de hoop om de boel wel op de rit te krijgen. Had u toen al rekening gehouden dat het wel eens niet zou kunnen lukken? Nou, in het begin ga je daar niet direct vanuit. Dan hoop je toch dat het tijd te keren is en dat we uiteindelijk aan de goede kant van de medaille zitten. Maar goed, als je dan ziet hoe het seizoen zich vordert, dan weet je dat je gewoon een heel zwaar seizoen tegemoet gaat. Ja, en dan gaat buiten het voetballen gaat ook een keer het mentaal een enorme druk geven. Ja, en dan weet je dat je de gevarenzone inkomt. Nou, en dan nog hou je de goede hoop op met de kwaliteiten die we hebben dat we het alsnog zouden redden. Ja, en dan blijkt het dus via de na-competitie niet te lukken. Ja, bij zo'n degradatie komen natuurlijk veel emoties los. Mensen willen op zoek naar een zondebok. Mensen moeten vertrekken. Uw naam wordt daarbij dan ook snel genoemd. Wat doet dat met u? Ja, het is nooit prettig. Laat het duidelijk zijn. Aan de andere kant weet je dat het realisme is. En in de voetballerij moet je daar ook niet voor weglopen. Want dan ben je wel vrij naïef. Dus je weet op dat moment dat er een zondebok gezocht wordt. Nou, dat was ik dan. En vervolgens is het wel op dit moment een feit dat we moeten zorg dragen dat de continuïteit van de club gewaarborgd blijft. En daar zit op korte termijn de eerste focus om dat voor elkaar te boksen. En vervolgens wat er dan met mijn positie wel of niet gaat gebeuren, ja, dat is aan de Raad van Commissarissen. Het zal nog wel even een bewogen tijd blijven, maar zou je nu al wel kunnen stellen dat de doelstelling voor komend seizoen is weer promotie naar de Eredivisie? Nou goed, sportief gezien moet dat altijd een doelstelling zijn. En, maar voordat allerlei gewaagde uitspraken komen, dat lijkt me niet zo zinvol. Maar goed, nogmaals, sportief is het maar één uitdaging dat zo snel weer terug in de Eredivisie als maar mogelijk.